Welkom hier bij de eerste Grand Prix van het seizoen 2023. En wat staat er op de menukaart vanavond? Nou, het circuit van Bahrein en dat is een twilight race. Dat wil zeggen, ze beginnen in het schemer en ze eindigen in het donker. En dan ziet het circuit er zo uit. Ik neem jullie even mee een rondje wat we kunnen verwachten. Het heeft 15 bochten om mee te beginnen. Hier zien we dat mooie layoutje. 3 DRS-zones komen we straks ook tegen. Sector 1 hebben we straks 1, sector 2 en beginnen van sector 3. En die eerste twee zijn leuk, want die volgen elkaar op. Dat is goed voor inhaalacties. Hoogteverschillen minimaal, 15 meter hoogteverschil. Maar met name bocht 15 is belangrijk voor dat lange rechte stuk. En dan gaan ze met die vonkenregen richting bocht 1 voor inhaalacties. Ik zeg heel veel plezier met de race. Ik ga zelf nog even een rondje in de sim doen. Zo, dan ga ik plaatsnemen in de sim voor een rondje over het circuit. Ja, het circuit van Bahrein is spectaculair. Staat sinds 2004 op de kalender. Het is een twilight race, dus dat wil zeggen de zon gaat langzaam onder en het wordt steeds donkerder. Nou, en ik neem jullie nu mee een rondje in de Red Bull. De laatste bocht, bocht 14, die gaat over in 15. Hier uitkomen op die curb, niet te wijd, maar wel belangrijk dat je een goede exit hebt, want hier klap je de eerste DRS open. Nou, lang recht stuk en dan beginnen de hobbels te komen. Dan zie je die vonkenregen op tv, ziet er mooi uit, maar in de cockpit voelt het wel alsof je echt uit elkaar stuitert. Nou, richting die hairpin, laat remmen. Eigenlijk de exit opofferen, zodat je een goede run hebt hier de heuvel op. Van 2-3 naar bocht 4. Ook hier heb je de DRS open. Dat is leuk in de race om een beetje stoeien met elkaar inhalen, de een naar de ander. Hier valt hij weg, dus off-camber noemen we dat. Dus die exit is nog wel lastig. En dan bouw je de snelheid op naar het aerodynamische gedeelte. Mid to high speed corners, zoals we dat noemen. Laat remmen, heuveltje naar beneden. Niet te laat, want dan mis je natuurlijk de apex en weer die run omhoog. Blinde run omhoog, zoals je kan zien, richting bocht 10. En bocht 10 is een lastige. Waarom? Omdat je leunt helemaal op de buitenkant van de auto. Dus de kans dat je linksvoor blokkeert is vrij groot. En dat zie je daarom ook vaak. En dat zagen we ook in de testdagen. En waarschijnlijk ook in het raceweekend. Dan lang rechtstuk, laat remmen. Geen inhaalmogelijkheid hier aan de binnenkant. Dan moet je wel van een hele goede huis komen. Want het is vrij snel, zoals je kan zien. 4e, 5e versnelling, 6, vol gas naar rechts. Easy flat, zoals ze dat noemen. Laat remmen voor 13. En dan vroeg op het gas bij uitkomen van 13. Dat was iets te vroeg. Klein momentje daar. Dan verlies je heel veel tijd. Waarom? Omdat je geen DRS hebt ook hier. Dus het is dan echt die drag die je meeneemt. Nou, laat remmen, een meter of 80 hier voor die laatste bocht opnieuw. 14, uitkomen 15. En rechts is de pit ingang. En rechtdoor klap je weer de DRS open voor een rondje over het circuit van Bahrein.